Ja, jullie hadden best. Ik was even vergeten dat jullie ook van jezelf konden verliezen. Ja, dat denk ik wel. Je verliest gewoon door, dat zijn twee persoonlijke fouten nou, met 2-0. Je bent herenmeester. De eerste kwartier, 20 minuten, lui wil niet voetballen, lange bal. Nou ja, dan sta je met 2-0 achter. Ik denk door een bepaalde nonchalantheid of zo in ons team. Je zegt ze willen niet voetballen, of kunnen ze misschien niet? Nou, ik denk dat ze misschien wel kunnen voetballen, maar als je zo'n spits voorin hebt, nou, die kop maakt door, maar heeft voor mij geen duel gewonnen vandaag. En je loopt in jezelf de voetbal, dan kom je op een gegeven moment met 10 man te staan. Ja, dan wordt het moeilijk. Nou ja, dan probeer je met op te vangen als je met 3 achterin gaat voetballen, 1-op-1. Ja, dan weet je dat je in de counter geklopt kan worden. Maar toch creëer je heel veel, vind ik. En ja, dan doe je jezelf ook wat tekort. Toch even naar het verhaal van Nieuw-Leuzen wil misschien niet voetballen. Hè? Maar ik denk ook wel dat je dat afdwingt. Hoogeveen heeft blijkbaar een bepaalde status inmiddels. Dat tegenstanders denken van we passen ons erop aan. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik denk dat wij een hele goede voetballende ploeg hebben. Als het eenmaal loopt, als iedereen meedoet. Als we het met elkaar doen, dan Trainer moet keuzes maken. Wat me dan wel opviel is inderdaad de doelmannenwissel. Natuurlijk, Raymond Slot is normaal gesproken eerste keeper. Edwin Santing heeft de laatste weken goed gedaan. Ja, en dan maakt Slot zo'n fout. Ik hoorde langs de kant al een slotje. Ja, jongens, je hebt genoeg concurrentie in het team. Trainer denkt, nou, dit is een belangrijke keuze. Hij denkt, met Slot gaan we het beter doen. Nou ja, het valt voor Slot de verkeerde kant op vandaag. We zijn best wel eens altijd positief, of heel vaak positief. En nu mogen we wel kritisch zijn. Het overkomt hem wel te vaak. Ja, je heeft bij de zondag ook wel eens gehad. En dan stond hij in de basis. En ja, dan maakt hij ook wel weer een slotje, zeg maar. En dan die penalty? Ja, ik denk dat Mitchell coach ik aan, gewoon die bal over de zijlijn. Maar hij schat hem helemaal verkeerd in, volgens mij. Ja, en hij trapt die speler gewoon omver. Ja, dan is wel heel snel 2-0. Terwijl je eigenlijk die eerste 5 minuten denkt van, wow, dat gaat een aardige middag worden. Ja, Marcel kon hem voor mij vrij inschieten. Daar maak je zelf de 1-0. Dan speel je lui helemaal van de mand. En dan wordt het 4-0 voor ons, denk ik. Vaak over de routine gehad in de ploeg. Er zit nu veel meer jeugdigheid in. Ja, en dan maakt Damian Dissel ook echt een domme fout, denk ik. Met die bal bij een tweede gele kaart. Is dat de jeugdigheid? Ik denk dat er wel jeugdigheid is. Maar ik denk dat de scheidsrechter het ook niet aanvoelde. Dat hij al een gele kaart had. Hij zei na de wedstrijd volgens mij ook van... in de rust. Hij zei ook van, als ik wist dat hij geel had gehad, had ik hem niet gegeven. Maar goed, hij moet het ook gewoon niet doen. Nee, je doet je team tekort daar en je weet het. Je staat al met 2-0 achter en je pakt nog een rode kaart. Ja, dan weet je dat je een hele zware dag tegemoet gaat. Komt er tweede helft Roy Strijker erin. Niet helemaal fit natuurlijk. Dan probeer je natuurlijk nog wat te repareren. Maar dat zal heel snel aflopen. Ja, die schiet hem voor mij in. Ik weet niet wat Slot daar doet. Voor mij schat hij hem verkeerd in, denk ik. Maar hij raakt hem ook precies goed. Hij valt er precies overheen. En dan is het 3-0, dan is het wel gebeurd. Cliché. Ja, je staat met beide benen op de grond. Maar ook in één wedstrijd kon je er nog niet zoveel van zeggen natuurlijk. Maar dit is wel een enorme kater. Ja, dat is wel een domper. Maar ja, vanavond doen we een feestje. En dan laten we lekker gezellig met elkaar met team bij Mel's Café gaan zitten. Snel vergeten. Maar het voetbal doen we met elkaar. Moet gewoon zo door blijven gaan, denk ik.